Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 26 december 2015. Because of the oddity of the holidays, our broadcast today will be in Dutch. The propagation bulletin will most probably be in tomorrow's show. We do, however, have Contestia, went with 125 and 8 tones. If there aren't any problems, we will also have a small SSTV picture in B/W12. We hebben vandaag dus Contestia zoals gebruikelijk met bandbreedte 125 en 8 tonen. En als alles goed gaat, doen we aan het eind van de uitzending ook weer een SSTV plaatje. Dit keer krap 10 seconden in zwart-wit met de B-W12 standaard. B-W12 standaard. Goedemiddag en welkom bij de PI2 NOS kerstronde van 2015. Gewoonlijk wordt deze ronde geleid door Berend, PDE na Hallo. Een door de wol geverfde rondeleider, mogen we zeggen. Maar Berend kan echter dit jaar door omstandigheden dit niet doen. Dus jullie zullen het met een iets minder ervaren rondeleider moeten doen vandaag. Al dus begon de kerstronde die vandaag voor de tweede keer gehouden werd. Vorig jaar logde Berend bijna 100 stations. Maar sinds die tijd is er een flink aantal ontvangers bijgekomen. En het zou dus best kunnen zijn dat, ondanks alle goede bedoelingen mijnerzijds, niet iedereen aan de beurt komt. Na zo'n anderhalf uur was Hans toe aan een versnapering en een korte rustpauze. En vervolgens nam Misha, PA en OKZ het van hem over. Ik geef dan even de microfoon over aan Misha, zodat ik even de keel kan smeren. Allemaal bedankt voor jullie geduld en bedankt voor de excellente manier waarop jullie allemaal je ingemeld hebben zonder een onvertogen woord, hè. Dus de complimenten gaan in dit geval ook jullie kant op. Ik geef de microfoon over aan Misha, PA1OKZ. En dan knijp ik er even tussenuit. Dit is PD0AC, Papa Delta 0 Alpha Charlie. Dankjewel Hans. Ik zou zeggen, nogmaals dank namens iedereen voor de ronde zover. We gaan gewoon nog even door zolang er nog inmelders zijn. Hè. Het is misschien een beetje zuur als mensen gewoon omwille van de lange tijd die we nodig hebben voor alles geen gelegenheid krijgen om zich even in te melden. Hè. Later kwam Hans nog terug. De ronde duurde in totaal bijna 3 uur. Tot slot waren dit de eerste inmelders. Dit is PD0AC Papa Delta 0 Alpha Charlie met de PI2 NOS kerstronde van 2015. Ik ga nu de microfoon loslaten en kijken of ik de eerste stations kan loggen. PA2PBT. November Lima, India. Tokio, Mexico. Papa Alpha 8 Charlie. 9 Foxtrot. VHV. Feedback. Mike. PA 3 Delta 5 Echo. PD5 VEN. Papa Delta 3 Julia Delta Mexico. Als het goed is, dan is de hele kerstronde vanaf vanavond integraal te beluisteren op youtube.com/pnl-ete. En voor wie niet wachten kan, qsogemist.nl is ook een handige site, qsogemist.nl. Dan nog wat ander opmerkelijk nieuws op deze tweede kerstdag. Security.nl meldt het bericht dat de producent van de Raspberry Pi een aanbod kreeg voor het installeren van malware. Een niet nader genoemde club wilde dat er op de nieuwe Raspberry's nota bene een extra bestand kwam te staan dat een bepaalde website zou promoten. Door het extra bestand op te starten zou men op de gepromote website kunnen inloggen. De mailer vraagt vervolgens hoeveel men voor deze service wil hebben. De mail was persoonlijk gericht aan Liz Upton, directeur communicatie bij Raspberry Pi. Ongelooflijk, deze persoon biedt ons oprecht geld aan om malware op jullie machine installeren, zo liet Upton volgens security.nl weten. Het verzoek voor een extra bestand is raar, omdat er maar weinig Raspberry's zijn die Windows aan boord hebben, zodat ze een extra bestand überhaupt kunnen opstarten. Het is echter wel mogelijk om Windows 10 op het kleine computertje te draaien. Hadden we gisteren het bericht dat in VK-land de 5 MHz ondanks een wereldwijde allocatie als amateurband voorlopig niet beschikbaar komt. Beter nieuws is er uit Spanje. Rond het moment dat wij in Nederland de beschikking kregen over de band, liep in Spanje een tijdelijke toewijzing van die band af. De Spaanse regelgever heeft echter nu in navolging van de uitkomst van de WRC 15 het bandje 5351.5 tot en met 5366.5 kHz vrijgegeven met maximaal 15 watt EIRP en 3 kHz bandbreedte. Toegestaan zijn SSB en CW. De toestemming is opnieuw tijdelijk. Hij loopt tot 31 december 2016. Hamnieuws meldt tenslotte nog de oliebollenparty in Zoetermeer die morgen zondag 27 december wordt gehouden.
De vriendengroep TSS, de Slurcheck, ook bekend vanuit deze uitzending omdat we een keer een item uit Mediamix over deze mensen hadden, komen dan bij elkaar voor onderling QSO en een oliebol. Maar ook alle amateurs uit de regio en daarbuiten zijn uitgenodigd vanaf circa 12 uur. De oliebollen komen vers uit de pan, zo schrijft men. Vorig jaar werden er zo'n 500 opgegeten. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van TSS. Inpraatfrequenties zondag vanaf 12 uur zijn PI2 HGL en PI3 RAZ.